Ja, het is lekker. Ik geniet het wel. Rugby is voor mij een grote passie. En ja, het was een goede jaar. Ja, WP gehaald en ik heb een beetje WP gespeeld en van die pool games gespeeld. En toen oor met die UK tour. En daar gespeeld in die Nomads en gespeeld tegen een toets tegen Frankrijk teruggekomen. Dit was ons warm-up voor die World Cup teruggekomen. En toen ons so 2 weken probeer je mee in die Kaap en toen was World Cup toe. En ja, ons allemaal weet het niet te goed gegaan met die World Cup is, want het is die behal wat ons wou gedoen nie. Maar ja, ik denk dat het was een goede experience, mijn eerste World Cup wat ik gespeeld heb. En ja, ik heb het wel geniet. Ja, het was nogal wel onverwachts geweest. Ik denk, ik heb het glad niet verwacht nie. Maar dit is een baie groot eer en prestatie voor mij geweest. En ja, ik denk als je hard werk kan krijg je wat je ingezet hebt. En what can we expect from your next season? Ja, ik wil baie graag weer voor WP speel. En als het zo uitwerkt, dan zal die kapbeslag weer kap te brengen. Ik denk als baie groot geleenthede op die oomblik in vrouwen rugby, vooral met die sevens wat nou gerecognized word as 7 as 'n Olympic sport en ook in 2018 wat het nou 'n Commonwealth sport is. So ja, even mense wat kan jy kry beurse daardeur, so jy kan gaan swat en jy kan daar's baie dinge wat jy kan bereik daardeur. So ja, ek dink daar's baie geleenthede en ek dink dat dit is 'n goeie manier om in rugby in te kom en te behaal wat jy wil.